Bakker, auteur van de vierdaagse thriller Het Mysterie van de 100, presenteerde zijn boek vrijdagmiddag in Dekker van de Vecht. Het Mysterie van de 100, dat gaat over de vierdaagse uiteraard. Er is een serie vierdaagse thrillers. Die is begonnen 9 jaar geleden, is de 9e. Ik ben de 4e gastschrijver. Het Mysterie van de 100 gaat over allerlei verhalen die de ronde doen rond de vierdaagse. En omdat het een thriller is, en dat is wel sneu voor de vierdaagse, moeten natuurlijk ook nog wat terroristische acties plaatsvinden. Maar er zitten dus wat love stories in. Een terroristische actie, of die lukt of niet, dat weet ik nog niet. Moet je even op het einde kijken, niet verklappen. Eigenlijk diverse verhalen van diverse lopers. Als schrijver haal je inspiratie gewoon uit je duim en je vingers. Ik heb de 4 dagen om mijn vingertoppen gelopen. 500.000 aanslagen, dat is te vergelijken met 500.000 stappen. Is weer te vergelijken met 4 dagen lang 50 kilometer. Ik heb alleen niet 4 dagen over gedaan, ik heb er 4 maanden over gedaan. Maar je gaat zitten, je schrijft een verhaal. Uiteraard, dat is je inspiratie. Uiteraard praat je met 4-daagse mensen. Ik heb met iedereen gepraat. Johan Willemstein, de marsleider, uitbundig geïnterviewd. Dus de inspiratie komt uit de praktijk. Mijn thrillers, ik heb verleden jaar de 8e geschreven, dit jaar is de 9e. Gaan eigenlijk wel voor het eerst in de serie, als je kijkt, spelen zich af binnen de 4-daagse. Dus binnen het peloton van 45.000 wandelaars. Dit is de 2e keer dat ik hem schrijf. En ik heb met Willemstein afgesproken, als hij stopt als marsleider, stop ik als 4-daagse thriller schrijven. Toen ik de uitgever tegenkwam, zei ik wil 99 en 100 schrijven, omdat 100 is ook heel leuk. Niet alleen publicitair, maar ook gewoon qua impact, qua lading. Er gebeurt veel meer. Mensen zijn er veel meer mee bezig. En een 100 in de titel, het Mysterie van de 100, klinkt ook wel lekker. Dus dat werkt ook mee, ja.